van de belangrijkste dagen van het jaar in naar de Sint in tocht, optocht straks. En de gemeenteraad ziet zich van komende woensdag. Hadden wij een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. En we hebben Femke Halsema bereid gevonden om de winnaar bekend te maken. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Buitengewoon eervol moment. Ik heb de eer om eerst het juryrapport voor te lezen. En dat luidt als volgt. De winnaar van de door GroenLinks-Naarden uitgeschreven gedichtenwedstrijd, Dichter bij Naarden, wordt zo aanstonds bekend gemaakt. De spanning wordt even opgevoerd. De gedichten hoefden slechts aan enkele simpele criteria te voldoen. Het moest rijmen, het is Sinterklaastijd, en het moest gaan over Naarden. Het aantal inzendingen was niet enorm. Dag Zwarte Piet. Dag Goeie. Wow, dus moet ik mee hier? Nee, we komen even zo naar huis. Oh, dat is gezellig. Oh, die is heel goed. Ben je bang voor Sinterklaas? Een beetje wel. Een beetje wel. Ja. Heb je slecht geweten? Soms. Maar dan moet ik het, hè? Maar de kwaliteit viel niet tegen en alle inzenders hebben zich keurig aan de criteria gehouden. Uit de inzendingen sprak naast hang naar nostalgie liefde voor Naarden. In een van de inzendingen ontdekte de jury een huis puntdicht. Een ander langer gedicht zou volgens de jury als tekst voor een rap geschikt zijn. De maker heeft daarmee goud in handen, aldus de jury. Ze hebben een taak buitengewoon serieus. De jury bestond uit Willem-Jan Otte, schrijver, dichter. En genomineerd voor de Acoliteratuurprijs, als ik dat even bij mag zeggen. Emiel Brouwer, wereldberoemd hier. En boekhandel Comenius. Jack Patijn, oud-burgemeester. En Wilde Vries Kempers, de lijsttrekker van GroenLinks. Het winnende gedicht is volgens de jury een charmante ode op Sinterklaas en zijn unieke intocht in de vesting. Het is een doorwrocht Sinterklaasgedicht dat het speciale van het Naardense Sinterklaasfeest het beste oproept. Het gedicht ontroert, het rijmt en is toch, zoals het hoort bij Sinterklaas, een beetje kreupel. Het winnende gedicht is getiteld De Sint en Naarden en werd geschreven door J.G. Koelman, nou, die niet aanwezig is geloof ik. En het gaat als volgt. Ja. De Sint en Naarden. Zoals iedereen weet hebben mannen met baarden een vlammende voorkeur voor vestingstad Naarden. En opgevrijd. Misschien verklaart dat mede waarom de Sint de aankomst in Naarden zo diepgaand bemint. En zijn boten zo vaak al de vesting ervaren. Hij weet best dat je vestingstad Naarden heel goed kunt bereiken met paarden. Toch komt hij het liefst hier per schip. Dat lijkt ouderwets, maar is juist heel erg hip. Sint wordt bij de modernste bejaarden. Wat is er mooier dan bij duisternis varen en naar de stad met zijn lichtjes te staan? Het paard staat stil naast hem, is niet in galop en duizenden kinderen wachten hem op. Dat weten zij knap om geduld te bewaren. Toen ik de Sint vroeg naar de fusie van Naarden, viel hij even stil, maar zijn titel verklaarde. Hij kan ermee leven zolang hij hier maar mag blijven komen en zijn aankomst niet uit het beleid wordt genomen. Geen stad, maar hij zo goed kan aannemen. Het is een spektakel, het is een groot feest, waarvan alle gemeenten de kinderen hebben meest. En heb je het ooit een keer zelf bijgewoond, dan weet je dat het wachten zeer ruim wordt beloond. Wie voelt niet al de voorpret als hij dit versje leest? Aldus J.G. Mooi. De afdeling is om de winnaars een prijs te geven. Ja, dat zal ik zeker. Oké. Hij heeft zich nog niet bekendgemaakt hier. Hoe is deze beker voor de winnaar? Zo'n coole beker. Volgens mij moeten ze afspreken dat als hij hem niet op komt halen of hij wordt niet dat hij dan voor jou is. Vind je niet? Ik ga het maar even in de orde. Ik heb er geen idee. Ik zal hem hier nog wel goed vinden. Ja. Nou, misschien, want ik geloof dat dit het is, hè? Misschien aardig om er nog een paar woorden aan toe te voegen, want het is vandaag op de dag van
van de schreeuwkunst. Ja. Dus het sluit er aardig bij aan, deze dichte wedstrijd. En misschien is het dan nog even goed om op te merken hoe belangrijk het is dat wij onze cultuur, waar deze winkel ook zo'n prachtige uiting van is, blijven hoogachten en blijven financieren. Ik ben niet zo van de weg met ons cultuur, die toch uit dit beleid spreekt. Ik vind dat je zuinig moet zijn op de kunst en cultuur die we hebben. Het was de schrijver Koert Vonkhoeks die ooit de kunstenaars vergeleek met de kanariepietjes die mee werden genomen de mijnschachten in door de mijnwerkers. Want als de zuurstof verminderde waren de kanariepietjes de eerste die omvielen. En misschien geldt dat ook wel op dit moment in Nederland. Niet voor niets vindt er een soort revanchisme plaats tegen de kunsten. En dat is natuurlijk in een klimaat van verminderende ademruimte. En waar de tolerantie afneemt en de liefde voor wat anders is, van wat afwijkt, afneemt. En ik denk dat juist op zo'n moment moet je zorgen dat er voldoende lucht is voor alles wat een beetje botst met de mores, voor alles wat afwijkt. En ik denk dat we op deze dag, behalve dat we zo meteen de intocht van Sinterklaas gaan vieren, ook maar moeten vieren dat we voor de kunsten en de literatuur houden. Draai jullie goed, stem woensdag GroenLinks. Ja.